dan de grote bos met geurende damastrozen. Het is speciaal voor de Valentijnsactie. Hebben we vorige week een oproep gedaan. Honderden mensen hebben gereageerd. En het hele idee was, geef op Valentijn een bos met geluk. Nou, in dit geval heeft Claudie zich opgegeven en die ga ik opzoeken. Want dan gaan we iemand verrassen met een mooie bos rozen. Het is niet zomaar een bos, het is een bos samengesteld door Menno Kroop. Een van de allerbeste bloemisten van Nederland. Het ziet er toch prachtig uit zo. Ik ben benieuwd. Hallo. 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 Hoi. Ik ben op zoek naar Claudie. Ja, dat ben ik. Dat is Claudie. Ja. Hoi. Want ik heb iets voor je. Ja. Mooi. Een hele mooie bos met geurende rozen, speciaal voor Valentijn. Ja, fantastisch. Ja. En die wilde jij me wat geven? Ja. Ja, dus geef maar. Ja. Oké, een snoepje is voor jou. Oké. Omdat we nooit tijd hebben met vader thuis. Dus we zijn met de kinderen bezig omdat ze jarig zijn. Oké. Hartstikke bedankt. Alsjeblieft. Ja. Super. Dankjewel. Ik zeg actie geslaagd. Ja, actie prima. Zeker geslaagd. Ja, jongens. Nou, fijne Valentijn. Ja, ja. Zo leuk. Maak er een mooie dag van. Zeker. En hartstikke leuk. Is goed. Ja. Super tof. Helemaal gelukt. Volgens mij was hij helemaal verrast, heel erg blij. Het is natuurlijk onwijs romantisch om bloemen te geven op Valentijn. Daarmee je hart te laten spreken. Nou, dat was hem dan een van de eerste acties van mij voor 24/7 Green. Het geven van een mooie bos rozen op Valentijn. En volgens mij is het helemaal geslaagd. Claudie gaf haar man een mooie bos geurende rozen voor Valentijn. Om te laten zien dat ze van haar houdt. En omdat ze elkaar heel weinig eens hebben gezien de laatste tijd. Dus nou, helemaal top en op naar de volgende actie. Bye.